Zaterdag vond er op de Kerkbrink het muziekevenement de DJ Experience plaats. Verslaggeefster Nikki ging op pad en deed verslag. Nou, dames en heren, naast me staat Petra en zij is van de organisatie. Petra, wat houdt nou de DJ Experience nou precies in? Het is een platform voor iedereen die houdt van electronic dance muziek. Het werkt een beetje hetzelfde als Facebook. Je kan vrienden maken, je kan dingen liken, je kan de beste muziek beluisteren, je kan leuke vlogs bekijken. Maar wat DJ Experience zo ontzettend uniek maakt, is het feit dat er een DJ-wedstrijd is geïntegreerd. En die wedstrijd is speciaal voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar in het Gooi. Ja, naast me zit Jordin en hij is ambassadeur van de DJ Experience. Vertel even, hoe is dat? Ja, het is super vet. Sowieso om de jongeren te motiveren om ook aan DJ'en te beginnen. En natuurlijk zijn er zoveel DJ's en wij willen die een kans gaan geven. Dus om dan een voorbeeld te zijn voor die jongeren, dat vind ik wel vet eigenlijk. Maar nou is mijn vraag, hoe word je nou ambassadeur? Ik was eigenlijk gevraagd omdat ik zelf op de Herman Brood zit. Op de Herman Brood Academie in Utrecht. En daar ben je non-stop bezig met muziek maken, met draaien en jezelf op de markt zetten eigenlijk. En omdat ik dat soort dingen doe en al iets verder ben in de DJ-wereld, om het zo maar te zeggen, vonden ze mij een goede jongen om ambassadeur te worden. En voor me staat Hidde en jij bent ook ambassadeur van DJ Experience. Vertel even, hoe voelt dat? Ik vind het heel leuk dat ik gevraagd ben. In eerste instantie dacht ik van, wat houdt het in en dit en dat. Nou, toen ben ik op gesprek gekomen en toen hebben ze het allemaal heel goed uitgelegd. En ik was heel erg enthousiast omdat ik het heel erg miste in mijn tijd toen ik zeg maar groter wilde worden. Miste ik heel erg zoiets als dit. En ik denk dat het een hele goede kans is voor jonge DJ-producers om groot te worden en te laten zien wat ze kunnen, zeg maar. Ga jij de jongeren in Hilversum helpen om een beetje upcoming DJ te gaan worden? Ja. Hoe ga je dat nou precies aanpakken? Wat voor advies krijgen die jongeren? Sowieso qua advies is dat ze heel veel moeten oefenen. Gewoon uren maken achter de draaitafel. Daarnaast werken filmpjes kijken ook heel goed. En gewoon om meningen vragen aan artiesten die al bezig zijn. Gewoon niet bang zijn om dingen op te sturen, maar gewoon vragen. Uiteindelijk krijg je waarschijnlijk goede feedback en dan word je alleen maar beter van. Dus jij bent dus ambassadeur, maar hoe ga jij de jongens begeleiden daarin? Ik ga workshops geven op scholen en ik zal denk ik persoonlijk ook veel met jongens en ik weet het ook meisjes waarschijnlijk ook contact gaan leggen en wat ze feedback geven. Ik denk dat dat heel belangrijk is om hun stap hoog te krijgen. Moet je nou als DJ zijnde ervaring hebben of kan je ook gewoon als... Nee, iedereen die zich lekker bezighoudt met electronic dance muziek, hè, daar een bepaalde ambitie in heeft, die het misschien net een beetje aan het proberen is op thuis, hè, op zijn eigen kamer. Iedereen kan meedoen van alle niveaus. Al zit je op het gymnasium tot als je niet naar school gaat, iedereen mag meedoen.